Als pensioenfondsbelegger heb ik gemerkt dat duurzaamheid heel erg in de versnelling is aan het komen. Sinds 2017 is peloton beleggers is echt overtuigd geraakt van duurzaamheid. Dus je zou kunnen zeggen dat de apenrots is groen geverfd. Dus het is echt ready for take-off met duurzaamheid. En voor een pensioenfonds betekent dat dat je daar ook rekening mee moet houden. Pensioenfondsbeleggingen hebben altijd een impact, negatief of positief. En je moet daar zorgen dat je daar een beleid op hebt en dat je daar een verhaal op hebt. En dat verhaal maak je samen met je deelnemers, omdat dat voor een belangrijk deel ook je identiteit kleurt. Het is ook goed voor de betrokkenheid, zeg maar, met je stakeholders. Het is belangrijk daarmee aan de slag te gaan, want de maatschappij wordt steeds sterker in het aanspreken van pensioenfondsen, waarom ze bepaalde dingen wel doen of juist niet doen. En er zit ook een aansprakelijkheidskant aan, wat ook steeds meer naar voren komt, omdat het wettelijk kader sterker wordt. Dus het is belangrijk dat pensioenfondsen heel stevig aan de slag gaan met duurzaamheid.